Het stond al langer op het wensenlijstje van de Drutense gemeenteraad, maar vanaf donderdag wordt het mogelijk. Dan krijgt burgemeester Lucien van Rieswijk de mogelijkheid om mobiel cameratoezicht in te zetten op het moment dat de vaste camera's niet meer voldoende zijn. Nou ja, het mobiele cameratoezicht is eigenlijk heel simpel. Het betekent een camera die je soms op de ene plek neerzet en soms op de andere plek neerzet. Maar één ding moet wel helder zijn. Mobiele cameratoezicht is niet gewoon maar ergens stiekem een cameraatje ophangen op het moment dat het de burgemeester uitkomt. Ook bij een mobiele camera moet je aan allerlei voorwaarden voldoen, zoals dat bij vast cameratoezicht ook het geval is. Een van de voorwaarden is dat een burgemeester, want dit is een bevoegdheid van de burgemeester, alleen maar camera's mag inzetten als het gaat om problemen met de openbare orde. Dus ik mag niet bijvoorbeeld bij diefstal of iets dergelijks, dat is echt aan de officier van justitie voorbehouden. En ik mag ze ook pas inzetten op het moment dat ik een aantal andere zaken heb gedaan. En eigenlijk is het een uiterste redmiddel om openbare ordeproblemen te voorkomen. Dus ik moet bijvoorbeeld extra surveillance in hebben gezet. Ik moet zorgen dat de omgeving er geen aanleiding voor geeft om tot problemen te komen. Als ik dat allemaal heb gedaan, nou, dan mag ik uiteindelijk aan het einde van de rit mag ik voor cameratoezicht kiezen. Nou, je zou je kunnen voorstellen dat als er langdurig overlast is, bijvoorbeeld op in een bepaald gebied, in een wijk of op het marktplein of rond een sportpark of zo. Hè, dat zijn locaties waar dat in het verleden wel eens is gebeurd. Of bijvoorbeeld bij het busstation, hè, waar ook wel eens sprake is geweest van vernielingen van bushokjes, vernielingen van fietsen en dat soort zaken. En waardoor ook een bepaalde mate van sociale onveiligheid ontstaat. Ja, dan zijn dat locaties waar je voor cameratoezicht zou kunnen kiezen. Ja, de gemeenteraad roept al jaren dat het misschien verstandig is om het te doen. Maar ging er tot nu toe misschien wel wat te makkelijk vanuit dat ik als burgemeester gewoon stiekem een paar van die camera's zou kunnen ophangen. Nu ik ze daarin heb meegenomen, vinden ze het nog steeds nuttig. Maar ze zien wel in dat het niet de oplossing voor alle problemen is.